Buschauffeurs die de route Paramaribo-Lelydorp PL onderhouden, zijn niet te spreken over het feit dat ze nu al maanden niet mogen rijden. De groep is sinds april door de overheid verboden om mensen te vervoeren als gevolg van de coronapandemie. Financiële problemen voor de buschauffeurs is volgens hun niet te overzien. Ze benadrukken dat er vanuit de overheid niet wordt gecommuniceerd met hun. Tijdens diverse persconferenties hebben vertegenwoordigers van de regering gesteld dat er naar een structurele oplossing wordt gezocht voor het openbaar vervoer. De chauffeurs zeggen echter dat ze al maanden geen inkomen hebben, terwijl het leven steeds duurder wordt. Daarnaast merken ze op dat de overheid hun geen alternatief biedt en de groep op geen enkele manier ondersteunt. Als tijdelijke oplossing zetten de chauffeurs dan ook kleine bussen in. Wat nu voor meer woede zorgt, is het feit dat de busjes in beslag worden genomen door de politie. Maar heb ik een probleem zo op nu? Na Lili daar op pas. Wie is de man schoen en gaat toesma of drisma? De man loon kon te kunnen. En dat de man een horrie bus waar heel wiki lang aan op pas. En een actie zou we voeren uit. En dat na politiek zou we voeren uit. Dat kan de man van voor de regering zetten op. Fukonja, no, this is up next to Makananga for the hearing of Fakondre Nedre. I got about Unu Chimang Uberi Ebari. Say Shija was a Alamal Kleiner Undernehmer. And me Arka President Boom, a President Taki, let fa the Krute Undernehmer Muskisa, a behandeling sa the Krute Undernehmer Muskisa. So I must the Hell of Utu with the Kleiner Undernehmer. Let Unu ya. Want maar Sami is dat niet geld. Want, look on, if you ekona unu, ala de tok, de mij schrijf unu, look on, de nog mik bakkie zo 800 SR die boete. Omdat mij ervoor voor sma. Maar, vandaag is vrijdag, we hebben een total lockdown. Na maandagochtend. Om mijn sma nog maar 150 SR die taxi gua voor te voegen behartig in belang. Want, total lockdown, als ma bibgo, bij je Alice en Brede. Fou comme ça de tout. Mais if the Frida you eco post school to talk eco an attack de my hinder de my do de roco yes sense school to eco pour nous tak uno ma credes ma la mi e fin taki da ina spananga poti folok when the poti folok I get to folok for this ma muslibi. De chauffeurs begrijpen niet waarom de bussen in beslag worden genomen, terwijl ze juist passagiers die geen andere mogelijkheid hebben tegemoet komen. Sahadeul alberigera TV abamberigera radio ala dei. Tidena di sot posisi ama fenna NVB. Sot posisi ama fenna NVB. Hein? Uneyera mamoro. Hein? Kudelo. Sahadeul aliberigeri tok. Iberigeri beta komesani tok. Ifen ma posisi da pa NVB. NVB ye for di bena tin tot alof gusu SRD no. Faf dati i for gitunu. O WhatsApp e ifan utaki. Fa uno lek bus chauffeur musko dora inalibi wa dema stop te bigi bus furei a fora kada kering be ko wa ti to ko mut komen isabi o be ma dray lo to ma nono de trans pa lo we o bakre tak moni no de okay moni no de uno komoro na ara kere tak pa waka gu wa sani wat moni no wa ba moni fa nodu to du alternative hey small life mam gwa woro ko yo wo dey desma we yep desma we yep pousser fi ici. Maar nu even bereid zo, dat we met alle dingen, zo is dat toetje boete je vindt in one day. 1500 euro vindt dat money voor pay en dan moet je nog leven. Kom bij maar ook bijna alle dingen recommend op je bus met. Nooit one day de man tapping, of na one day of two day. Keer pa la ni na hier die de man dat te opo, dat unulek ik tien bus man, zei tja feefies man, is suku aan brede dat de mij jensu. Alla presse opo. Maar even ons daar ook dat vader smaak ook doet de sani. A economy o tan fuck up da pe fus da oso tu. Make them attack an ades go to make them a lip them besho ma make them a suku the money. What elk if ustona oso unu ostor a regering. Onze nieuwsdienst nam ook polshoogte bij de eindhalte aan de Maagdenstraat en spraken met enkele passagiers. Deze mannen helpen we. Als je boodschap moet halen of moet je in de stad komen om iets te doen. Maar hoe kom je? Je kan taxi betalen voor 50 SRD heen en terug. 50 heen. 50 terug. Dat is die bussen. We vinden die bussen goed. Dat ze rijden. Ik ben een hardwerkende Surinamer. Ik ben een marktverkoper. Sinds 5 uur ben ik op de markt. Ik ga nu van de markt naar huis. En ik kom hier en ik heb geen vervoer.
We gaan het samen doen, we zitten in Kong. En ik ga u eerlijk zeggen, dit schrijf ik op konto van de president, de regering. Ja? Want bij de NDP hadden we deze problemen niet. Al wil je nou 50 SRI betalen, de bussen rijden niet. Ontevreden passagiers vandaag in de binnenstad. Ze staan achter de buschauffeurs die kleine bussen inzetten om hun te vervoeren. De chauffeurs zijn niet te spreken over het feit dat hun bussen nu in beslag worden genomen door de politie.